Oké, nu. Chani, nu. Petrus. Moet ik hem wel eens gaan bezoeken? Allee, ik hoop toch dat hij beter is. Laat ik het zo zeggen. Chani. Chani, wakker worden. Chani. Chani. Hallo. Oh. Hey, Arno. Hoe gaat het? Ja, goed. Ik voel me top. Dat is lang geleden. Nou, Ik dat is denk waar. dat het 3 dagen half is. ja. Volgens mij klopt toch? 3 dagen en af. Maar Oh my god, wat heb ik gedaan? neem Wacht, ik moet dit even nemen. je stuff en het wordt eens tijd, nu je beter voelt, om je conditie op peil te houden. Of weer op peil te brengen, wat Wel, je over wilt. conditie gesproken, ik heb eigenlijk wel honger. Oké, ik eigenlijk ook, Serieus, dus ik heb nog 3 hartjes of zo. gelukkig zit er nog genoeg brood in hier. Oké. Wacht, ik krijg meer. Nee, dank je, is goed. Oh, ja. Ah. Ik hou er zelf nog wat bij en dan stop ik de rest wel terug. Ah. Godverdomme. Lekker. 3 dagen en een half slapen, dus dat betekent 3 dagen en een half niet gegeten, dat bedoel ik. Maar. Hey, zijn de muren nu af? Ja. Of waren die al zo? Nee, toch? Nee, die zijn af. Er is veel veranderd in de stad toen je weg, toen je aan het slapen was. De graven zijn af. De muren zijn af. Mijn huis is uitgebreid. Ja, waarom? Ja. Echt fucking veel. Nice. En Ik ga eens kijken naar je oké, huis. doe jij maar. Het is wel niet echt Nice. het Het is geschikte veel moment groter. van de dag. Het is avond, maar toch. Ja, Ja. nu de muren af. Klaar zijn voel ik me echt veel veiliger. Want vroeger stond dit heel open en ik voelde me like bekeken. En ik denk dat jij wel eens Dat is benieuwd ook de grap bent van waar Thijs, Enrique denk nu ik. woont. Het kan dat zijn. Ja, dat wel. Ja, waar is die? Waar is de tovenaar naartoe? Hij is Slaap je hier nog in magisch, de. maar niet magisch genoeg voor een assassin. Gaat u? Was dit hier al? Nee, ik snap het ook niet. Het is allemaal magisch. Maar we snappen het ooit wel nog eens. Ah, Ricky, hoe gaat het? Oh, hey, tovenaar. Ah, Wat doet hallo, deze? Aaron. Hallo, Tjani. Oké. Ik denk dat hij de deur weer heeft gesloten. Ja. Oké. Ik snap er niks van. Ik heb wat eten Zo, voor wat jou. kom je Ik nu ben doen? net. Nou, Oh, dankjewel. Ik ben net echt. Dat is Sarah. 5 minuten wakker en ik zie al magische dingen en een verbonden in de stad. Oh. Maar Oh. ik vroeg me af, Is dat beter, Jani? kan Oh, ik sorry. Ja, zeg maar. Wat tonen aan Jani of zo? Of heb je niets meer te Ja, tonen of zo? tuurlijk. Want ik weet eigenlijk niet wat je allemaal hebt dan. Nee, ik moet nog iets tonen samen met jou. Oké. Aaron, Jani, kom eens mee. Wow, was dit er al toen Hij ik heeft hier ook een ging kelder. wonen? Nee. Je hebt Wow, dit wat? allemaal Wow. zelf gemaakt. Yep. Wanneer? Serieus? Johnny, heeft hier ook een Wat is hier magische mijn tafel? magische bal? Serieus? Alles is hier magisch. Awesome. Ja, mijn boog kan je Heb jij doen. wat meer informatie van die tafel? Want wij snappen. Wij hebben hem ooit gezien. 30 staat er bij mij, Ik heb maar hem ooit gezien. oké. Als hier veel boeken rondzet, dan wordt hij sterker. Dan kan je zwaard nog sterker maken. Oké, en. Of je armor nog sterker, of je boog nog sterker. Oké, wow. Tot Kan je dat ook 30 dan met of zo. pickaxen dan en al? En axen en. Ja, dat kan. En ook met de Met hoe? Of. ja. Met de hoe? Kan dat ook? Ja. En ik heb nog iets nieuws. Nice. Een teleportbal. Nee, What dat the kan niet. fuck is dat? Dit kan gewoon niet, Jenny. Ben je nu ook. Dit gaat Sla eens op over. mij, sla eens op mij. Ik geloof het niet. Ik leef. Ik ben niet aan het Je bent slapen. wakker. Heb je nog een, Ik of weet niet? zelf eigenlijk niet altijd waar het is. Ja, ik heb hier nog veel. Oké.
Dus maar, je weet niet of ze werken, maar toch. Wat moet ik doen? Ik snap het principe. Gewoon gooien. Oké, en. Mag ik kiezen waar? Ja, doe maar. Oké, nou. Wel, ik wil redelijk ver, dus. Wow! Wow! Wat de. Maar is het normaal dat ik wat hartjes verlies? Ja, dat is normaal. Dus dat is een soort na-effect. Anders kan ik. Anders. Ja, anders werkt het gewoon niet, maar. Oké. Zoveel is een. Laat Jenny ook eens proberen, als je wil. Want dat is allemaal nieuw voor Jenny. Wat is dit voor ding? Zo'n magische ding. Jij haalt die dingen uit, maar. Ja, eigenlijk. Wat is dat? Dit? Ja. Ik zie een. Dit is eigenlijk een magische chest. Alleen jij kan erin zien wat jij erin stopt. Oké, dus jullie kunnen nu niet zien dat ik dus brood erin stop als... ofzo. Nee, dat kunnen wij niet zien. Oh, hier kan ik wel nog wat dingen in stoppen. Maar dat doe ik niet, ik heb geen geheim voor mijn vrienden. Dus ja, Janet, test maar eens uit. Wow. Ik sta bij de magische tafel. Lol. En je zei ook dat je een magische bol had, maar waar staat die dan? Want ik heb hem nog niet te zien. Hierboven. Oké, wow. Dit is eigenlijk te prachtig voor woorden. Maar ik heb een vraag hier voor je. Hier kan ik rustig. Ben je eigenlijk blij met onze intrek? Dat je mogen intrekken bij ons. Want het ziet er wel mooier uit dan. Ja, ik ben erg blij. Soms als ik eigenlijk wel toe aan iemand dat ik mee kan praten. Ja, dat kan ik geloven. Ik ook. Dat is normaal. Eenzaamheid is. Ik ben zoveel. Ja, ik ben zoveel jaren alleen geweest. En ik was dood, dus. En 3 dagen half geslapen. Dat verbetert ook. Ja. Dat is ook alleen geslapen. Dus. Maar, Jani, kom eens terug. Maar ik heb nog een vraag. Oké. Okay. Maar zeg je maar eerst. Wat zeg jij maar eerst? Oké. Okay. Heb je nog. Erik, zeg jij maar eerst. Wacht. Oké. Okay. Oké, okay. We zijn allemaal te beleefd. Erik begint. En dan Aaron. En ik heb niks te zeggen, dus. Oké. Okay. Doe maar. Go ahead. Dus, als jullie willen, heb ik nog een opdracht voor jullie. Oh, dat ging net naar Thijs. Je kan precies gedachten lezen. Maar ja, dat kan ook wel. Ik ben niet de persoon die gedachten kan lezen. Ik zei wie hier moest beginnen. Oké, okay, sorry. Spijt me. Ja, jullie moeten met een draak praten. Een draak, die bestaat niet. Een wat? Een draak bestaat niet. Ja. Die zijn toch al lang uitgeroeid. Doei. Ja, alleen een sprookjes. Kom. Oké. Je hebt nog de helft niet te zien van mijn magie. Waarom zou een draak daar niet bestaan? Omdat. We hebben ik ben een wijze man. Dus waarom zou ik hier onzin uit praten? Ja, je bent redelijk. En waarom zou ik jullie naar huis toesturen? Misschien zijn we wel ziek, Jenny. Jullie zijn helemaal. Oké. Okay, volg dit kompas. En dan. Welke richting uit? Noorden, oosten, zuiden, westen. Welke windrichting wil je dat we opgaan? Laat eens even kijken naar Mol, ik weet het niet. Die bestond toch alleen maar in een andere soort wereld. En. Allee. En die waren toch uitgeroeid door ons. Het is het zuiden. Zuiden. Oké, dus dat is die kant op. Ja. Oké. Ja. Richting jouw huis eigenlijk dan. Dus moeten we die verslaan of zo? Of wat moeten we daarmee doen? Ja, eigenlijk wel. Verslaan of een opdracht doen? Maar. Of gewoon praten? Nee, ik weet het eigenlijk niet hoor, maar ja. We zullen wel zien. We kan een draak überhaupt praten. Oh. Oké. Ik ben net op. Ik zie magische dingen. Ik zie geheimen hangen. Ik zie uitbreiding. Ik ga weer terug naar bed. En ik droom. Want dromen zal nog altijd beter aflopen dan dit allemaal. Ik ga morgen wel op stap met een kompas. Tot morgen. Ja, oké. Okay, tot morgen dan. Ja, oké. Okay. Ik zal ook wel nog een nachtje slapen hoor. Ik heb rust nodig. Ik ben al redelijk hard aan het werk geweest. Dus ik... Jenny. Oh. Ik ben echt moe, we zitten nu echt al super lang te lopen. Inderdaad. Dus zie je dat nu ook? Of ben ik nu aan het hallucineren?
Nee, ik moet het niet doen. Ik weet niet, hem bekeken. We moesten hem bevechten, dus hij zal niet echt lief zijn, denk ik. Hij zegt iets. Doet hij? Is het? Wat zegt u? Ik ben aardig. Dat u aardig bent, dat u ons niet wil aanvallen. Oh, Erikje, wat zegt Erikje dan? Dat we hem moeten bevechten. Oké. Okay. Ja, weet ik veel. Ik heb een opdracht voor jullie. Ik wil dat jullie ze gaan halen. Oké, en u wil dat we iets gaan halen voor u? Ja, wat dan? Een magische kroon. Een magische kroon. Ja. Ja. En... wat nog allemaal? Kom op. Een pratende draak. Een dovenaar. Een magische fucking kroon. De dood ontsnapt. Oh my god. En waar kunnen we dat vinden? In een magisch bos. Ons leven is net een fucking... Oké. Okay. We kunnen het vinden in een magisch bos. Wat is dat toch altijd met het woordje magisch? Is dan alles magisch? Wat hebben we... Oh, en is het ver van hier, het magische bos? Een eentje verderop. Een eentje doorlopen. Ik had het al kunnen. Oh, heeft u ons zo lief. Dan, heeft u ons lopen dan zo ver weg. Heeft u ons dan iets beters of zo? Hoor laten springen en één laten sneller lopen. Als we dat gaan halen, kan één van ons sneller lopen en één van ons hoger springen. Dus, wow. En waarom heeft u eigenlijk die magische kroon nodig? Om weer mens te worden. Ik kan weer in een mens veranderen. Lol. Oké, maar ik zie dat u redelijk vast zit, dus u bent niet echt kwaadaardig voor ons. Wij gaan die magische kroon halen.